Mijn naam is Guido Segers. Ik speel bij de Münchener Philharmoniker, waar ik solotrompet ben. En ik geef les in Leipzig, in de Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy. De regio waar ik opgegroeid ben heeft een heel sterke muzikale cultuur met heel veel zeer goede verenigingen. Heel veel goede muzikanten ook. En het is een regio waar dat de hele wereld naar uitkijkt. Een goede trompet voor mij is een instrument of een trompet die wat intonatie betreft, wat flexibiliteit betreft, wat de aanspraak betreft, wat de toonkwaliteit betreft, die moeten aanwezig zijn. Adams is voor mij altijd een begrip geweest. Ik weet nog een klein winkeltje in Thorn. En nu is het een wereldzaak geworden. Miel heeft me gevraagd om de bestrompet een keer uit te proberen. En ik heb toen tegen Miel gezegd: Miel, als je iets doet, dan moet het minstens het beste zijn wat er momenteel op de markt is. En ik denk dat we dat met de bestrompet, de C-trompet en ook met de piccolo-trompet bereikt hebben. In het orkest en ook in kamermuziek of als je solist speelt, heb je natuurlijk instrumenten nodig die je kunt vertrouwen. Ook de mensen die ze gebouwd hebben moet je kunnen vertrouwen. En dat zijn gegevens die alle daar zijn. En het moeten instrumenten zijn die je kunt betrouwen. En dat zijn drie trompetten die ik dus totaal vertrouwen kan.